Hey Arno. Ja? Wat heb je gevonden? Het lijkt op een zilveren munt. Kijk naar. Kijk dan. Voorzichtig doen. Het is in ieder geval wel een muntje. Ja, heel mooi kleintje. Heel kleintje. Ja, ja mooi hè. Groot van een cent of zo. Ja, nee, dit is wel. Dit is wel echt een oudje hoor. Kijk. Komt ie. Ja. Heel mooi. Staat iets op? Ja, ja, dat is de bisschop van Utrecht waarschijnlijk. Ik heb hem uit Keulen. Ja. Aartsbisdom Utrecht mogelijk. Het is een dienaar of zo? Geen idee. Hier is het meest duidelijk. Dat is wel heel mooi. Is net hier aangeraakt. Zo'n eentje heb ik ook gevonden. In Duitsland toen. Het grappige is, ik heb nu mijn frequency op 19 gezet. Waardoor je veel makkelijker kleine objecten kan vinden. Ja, nou die heb je dus mooi gevonden. Het zou kunnen dat, het niet is. Daardoor, dat ik hem daardoor wel vind. En de 14... Wat heb je gevonden? Helemaal happy. Wat dan? Goud in de hole. What the fuck? What the fuck? Goud man. Echt. Mijn eerste echt, goud. Echt. Buiten een trouwring om dan die ik gevonden heb. Echt de eerste gouden munt. Echt vet. Pak hem eens beet. Zo hé. Gruwelijk man. En niet eens geraakt met mijn schep. Nee. Zo. Ah, heel mooi jongen. Echt. Echt zo gaaf. Ja. Echt goed veldje man dit. Wat staat erop? Mallorca. Age coin. Hey Berry. Gefeliciteerd. Dankjewel hè. Yo. Nou, ik baal als een stekker. Ik had namelijk een mooi signaal. We hadden zoveel ijzer opgegraven. Ik denk nou, het zal er wel weer een zijn. 80, 90. Maar het is een zilveren munt. Maar waarom baal je dan? Hij is nog vies aan de binnenkant. Ik heb hem met mijn schip geraakt. Gelukkig valt het nog mee. Maar je ziet het wel. En dat is jammer. Desniettemin. Mooie middeleeuwen. Wat is er aan de hand? Swing. Ja, zie hem, zie hem. Bam, 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 bam. Deze er weer een. Ho, everybody say ho. Everybody say ho. Everybody say ho. Moet schoonmaken. Ja. Fucking blij. Nummer 5. Excuse me for my language, but you know. Ho! Everybody say ho! Even van dichtbij. Nou, als dat geen trimmers is. Ja. Ja. Leuk hoor! Even. Moet u weer in de spoelbak? Ik zou zeggen, doe maar even in de spoelbak, Michel. Mm. Oh ja. Tastes like gold. Smaakt die lekker? Mm. En dan nog even van dichtbij. Other side. Lekker hoor. Oh yeah. Die gaat ook mee naar Arend. Trek erbij. Berry heeft weer een goudmuntje. Ongelooflijk. Hij ligt hier. Zit precies in het sluitje hoekje. Mooi signaaltje, totaal niet diep. Blij. Nou mooi, het is niet echt een mooi signaaltje. Nee, maar ik bedoel als je hem eruit haalt. Ja, als je hem eruit haalt ben je blij. Is te mooi. Zo. Is hij nou hoor? Ja. Wow. Het groot van het dubbeltje. Oh, hij is lekker dik. Ja. Super klein, maar ja. Hij glimt nog helemaal. We zijn er weer blij mee. Nummertje 4, voor yes. Mij nummertje 3. Oké, Berry, schat jij even op, ga ik hier even zoeken. Ja, precies, Berry, wij zijn aan de beurt. Ik ga even een stukje verder op. Michel, wat heb jij gevonden? Hout. Hout. Ja, vet hé. Zal het niet waar zijn? Ik ben blij, kijk. Oh, kijk. Zal het toch niet waar zijn dat jij er ook? Kijk. What the fuck. What the fuck. Daar liggen, ik wil filmen. Sorry, ik moet hem aanraken. Kijk eens. Haal hem er eens uit. Ja. Zal hem liggen, haal hem er eens uit. Oh. Ik dacht net als jij, oh dit is troep, dat zal wel weer zo'n kogelhuls zijn. Draai hem eens om. Ik denk, ik doe het gewoon. Zal ik hem eventjes in de spoelbak doen? Michel maakt hem even schoon.
Zo. Voor mij is het er net zo één, hoor. Zo. Je moet zaterdag mee volgende week. Ja, dat is hetzelfde. Hetzelfde. Nou ja. Ja, het is wel hetzelfde. Jouw letters zijn iets schoner dan de mijne. Oh, wauw. Wauw, man. Wauw, wauw, wauw. Wauw, ik ben niet verklappen waar we zijn, hoor. Maak me gek. Als dat geen tremmes is. What?